Så. Det är det efter 5 minuter sätt upp dig. En welke punten ze hebben en wat ze allemaal moeten schieten om elkaar te kunnen inhalen. Daarna doen we weer een serie van 5 schoten in 250 seconden. En daarna doen we weer een overzichtje om te kijken of er wat veranderd is in de stand. Daarna gaat het begonnen worden, want dan gaan we over naar de 2 schoten. En elk spot gaat op commando en elk spot moet binnen 50 seconden gelost worden. Na die 2 schoten valt er iemand af. Dat doen we net zo lang totdat we 2 mensen overhouden. 2 schutters. En die gaan dan uitmaken wie de nieuwe Nederlandse kampioen wordt. Het is wel de bedoeling dat in het geval ook weer, zeker voor deze veteranen, het publiek een beetje mee gaat werken. Dus lawaai gaat maken, gaat aanmoedigen, ze gaat steunen, gaat klappen als er een team wordt geschoten. Dat vinden ze leuk, daar houden ze van. Want dan weten ze dat ze goed zijn, dus dan willen ze nog meer. Dus het is wel de bedoeling dat jullie een beetje gaan aanmoedigen. En ik zal in dit geval ook even de coach aanmoedigen, want het is haar eerste keer. Dus dat is best wel een hele spannende. Ze zit er ook nog helemaal in haar uppie. Dat is dan ook wel iets. Dus moedig ook de coach even aan. Ja? Heel goed. Laat je niet afleiden door mij, Danny. Oké, dit is even een notendopje hoe we de finale gaan doen. We zien, ik zal de schoot ook nog uitleggen. We zien verschillende kleurtjes. We zien grijs, geel en rood. Helaas nog geen groen. Die moeten we eigenlijk hebben. Grijs is een geschoten spot. Die gaat eigenlijk naar de achtergrond. Rood is een 8 of lager. Geel is een 9, dus dat wordt dan wat beter. En groen is een 10. Zoals daar nu geschoten wordt. En dan is het ook de bedoeling dat jullie gaan klappen. Ja? Ja, wel.
Oké, dit is in een notendop. Geniet van deze heren. Dit zijn de laatste 8 van vandaag en wel de 8 beste van Nederland op dit moment. Veel plezier, stemmers, succes. Ja, weer koffie, hè? Heb je weer koffie vast? Ja, jij bent niet in de buurt, hè? Ja, daar ziet ook mooi uit. Ja, ik zou onze meneer ook nog willen vragen. Dat vind ik het niet met de hand. Nou, dat was een minuut extra. Ik werd even afgeleid door een foutmelding van het systeem. Schutters, voor de voorstelronde mag u in de schiethouding blijven staan. Echter, het wapen moet uit de schouder. En u wordt verzocht uw gezicht naar het publiek te draaien. Oké, dan begin ik met voorstellen. Ik begin met baan A. Dat is Gerry van Eert van SV De Korrel in Pennhorst. Resultaat is eigenlijk 403. Toen ik hem vroeg van wat vind je nou leuk en wat kan ik al over jou vertellen naar het publiek, zei hij van dat weet ik niet. Vraag dat maar aan Jan. Dus Jan, weet je wat? Gerry, altijd leuk, altijd gezellig, doet altijd goed zijn best. Dat willen we graag horen. Graag een applaus voor Gerry. Op baan B hebben we de heer Benny Bleuming van SSB de Bertelschutters uit Borculo. Hij schiet in 1994 en de behaalde resultaten zijn al 3 keer het EK. Hij heeft al 3 keer meegedaan, dus hij mag nu de finale doen. Hij heeft al enige ervaring. Graag applaus voor Benny. Op baan C hebben we dan Marco van Woudenberg van SV op de Korrel in Bemmel. Hij schiet sinds 1978 en behaalde resultaten zijn al 3 keer het EK Fields. Wat leuk is om voor te weten, hij is een kathuis. En hoe denk je dat hij heet? Snuitje. Snuitje. Graag jullie applaus voor Marco. Op baan D hebben we dan Peter Wolters van SP Het Gouden Oog in Harreveld. Hij schiet sinds 1982 en hij was vorig jaar 7e op het EK. Dus hij heeft alleen een ervaring en hij wil graag wat hoger in de lijst gaan eindigen. Hij heeft verschillende hobby's, waaronder voetbal, darten en uiteraard natuurlijk schieten. Maar zijn grootste hobby, dat is toch echt wel Chapelie. Graag jullie applaus voor Peter. En dan, op aan E, hebben we jawel Danny Smees van SV De Grensweek, streek in Belfeld. Hij schiet sinds 1996 en behaalde de resultaten. Ja, dat zijn niet op te noemen, dat zijn er gewoon heel veel. Ja, dus dat is best lastig. Wat willen we over hem weten? Nou, ja, hij zegt eigenlijk steun aan de... Dan loop ik even naar de coach, want ik kan het niet zo goed lezen. Misschien kan die zijn handschrift lezen. Aan de dames thuis, want hij heeft de 3 thuis. Dus wat alle gaat, heeft hij wel zijn handen vol. Uw applaus voor Danny! Dan op baan F hebben we Jan van Driel.
Hij schiet bij het SV Kolk, Rotterdam, Speker, Spijkenisse en hij schiet sinds 2007. Hij is eerste geworden op de LKK en heeft 3 keer het Nederlands kampioen luchtgeweer meegedaan. Diverse finales waarvan hij 1 keer het derde is geworden. Toen vroeg ik van, stel ook even wat in wat wij van jullie willen weten. Hoe zijn zij op baan, zijn medestud, weet je goed wat het is? Die zei, mag ik dat invullen? Dus ik heb 2 briefjes in laten vullen. 1 door meneer Driel en 1 door het ander. Hij houdt van muziek maken. Wat er nog op moet kijken, dat van keyboard. Hij heeft 2 hondjes. Hij houdt van schieten. Maar hij houdt ook heel veel van het Zeeuwse water. Want hij heeft Kieseletba niet heel veel getoetst. Hij heeft jarenlang trouwendienst bij de Korps Marinier, al 34 jaar. En is nu gepensioneerd en daar geniet hij van met vrouw en hondjes. Meneer Van Driel! Dan gaan we naar G, baan G. De persoon waar ik af en toe de naam van vergeet, maar vandaag niet. Walter Jegeman van SV Schaasbergen in Arnhem. Hij schiet dus 2,95. Zijn resultaten zijn tweede op het Veluwe Trofee in 2015 en tweede op het EK in 2021. Wat ik me nog kan herinneren dat hij daar vreselijk blij mee was. Dus hij gaat er vandaag ook weer voor. Wat vindt hij leuk? Nou, iets met foto's. Veel tijd binnen de skisport, lezen. Scandinavische. Typisch? Ah, oké. Okay. Iets met geluid, licht, leuke dingen te doen met vriend Wilco. En vriend Wilco die is op dit moment degene die de muziek bedient. Dames en heren, uw applaus voor Walter. En dan als laatste hebben we Hans Gonders van SV Het Roosje uit Langeboom. Hij schiet sinds 1979, was al 2 keer Nederlands kampioen. Ja, er staat wat, maar ik zit even te kijken wat er staat. Ik loop even naar hem toe, ik mag vast gaan lezen. Kan wel even. In de A-klasse, waarom kan ik dat nou toch niet lezen? Heel goed, dank u wel. Alle vrije tijd gaat eigenlijk om in mijn service, zegt hij. Helemaal goed, uw applaus voor Hans Manders. Veel succes, Jan. Schutters, ik mag uw schiethouding weer aannemen.
die eerste serie van 5 scholen zijn voorbij. En we hadden eigenlijk het eerste resultaat. Op dit moment op plek 8 hebben we Ronne Jegerman met 39,7. Plek 7, Marco van Woudenberg met 43,2. Op plek 6, Jan van Driel met 44,4. Maar die staat er 0,2 achter op plek 5. Dat is Hans Manders met 44,6. Die vervolgens weer 0,7 achter staat op plek 4, Gerry van Eert met 45,3. Op de derde plek op dit moment Danny Smeets met 46,5. Op de tweede plek Peter Wolters met 47,9. En bovenaan hebben we op dit moment Benny Leuning met 49,2. We gaan naar de volgende serie van 5 schoten. Voor de volgende serie, 5 schoten, laden. Terwijl ze bezig zijn, stel ik ondertussen nog even de officials aan het bord. We hebben helemaal aan de overkant en we willen hoop plaats op een hand zitten. Willem Hardenveld, die was vorig al in de baan had gelegd. Lukt dat niet, dan hebben we in het midden op het podium Jan de Jong zitten. Die zal je nog voor. Van de tweede serie van de 5 schoten. Geef nog het schot, hè? Geef nog het schot. We hebben hier ook wel een halve zicht. Volgens kan ik even kijken wat er gebeurt.
Zoals je gemerkt hebt, heeft een van de schutters een schot buiten de tijd gedaan. Dat was ongeveer zo'n schot te veel, een elfde schot. Dat betekent dat dit schot wordt geannuleerd en een penalty van 2 punten wordt uitgedeeld. Oké, dan worden we even dus gewerkt. Dat gewerkt is. Ja, we gaan even overzicht op. Ja, we gaan nu eigenlijk over naar de 2 schoten. Elk op 50 seconden en op commando. Ik heb op dit moment, daar is mijn schoonlijst. Hij mag goed pakken. Gaan we dan even afwerken. Voordat we richting de 2 schoten gaan, we dan even in ieder geval de handen moeten doen. Op plaat 8 hebben we dan Walter Jekerman met 82.1. Die staat in de gevarenzone. Dus je moet 5.4 wegwerken om op de 7e plek terug te komen. Waar op dit moment dus Jan van Driel staat met 87.5. Op de 6e plaats hebben we dan Marco van Woudenberg met 88.0. Op de 5e plaats hebben we Hans Manders met 90.6. En dan wordt het spannend, want we hebben op de 4e plaats Gerrie van Eert met 92.3. Maar die staat 1/10 achter op plaats 3 Peter Wolters. Die vervolgens weer een 0.5 achter staat op nummer 2 Danny Space met 92.1. En dan op de 1e plaats hebben we Benny Blaming met 98.8. We zijn er weer, dus dan gaan we nu weer door met de 1e serie van 2 schoten. Waarna er daarna iemand af gaat vallen. De 2 schoten. Op de 1e plaats staat natuurlijk Benny Blubbing, maar je weet het niet, de spanning kan toeslaan. Dus ik voorspel nog niks. We gaan voor de laatste 2 schoten. Jobie, Jan, u mag. Nou, ik hoor het zo meteen, hè. Voor het volgende finale schot. Later. Start. Luchtgeweer-veteranen 2022 is Benny Blaming.
zo mooi om te zien. Okay, you're up now.
blijven staan.